De Staatsolie Power Company Suriname NV SPCS, een dochterbedrijf van Staatsoliemaatschappij, is begonnen om noodhulp te bieden aan de door wateroverlast getroffen woongebieden in Brocopondo. SPCS zorgt voor de hulpgoederen en boten voor het verplaatsen van mensen en goederen. De hulpverlening wordt geleid door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, en de districtscommissaris van Broekepondo. De schenkingen bestaan uit voedselpakketten en drinkwater en zullen volgens staatsolie doorgaan zolang dit noodzakelijk is. In de dorpen New Lombe, Klaaskreek, Ballingsula, Brokopondo Centrum, Tapuripa, Drepada en Asigron zullen er in totaal 40 drinkwatertanks worden geïnstalleerd. Hiermee zullen de bewoners van deze plaatsen de beschikking krijgen over voldoende veilig drinkwater. In Ballingsula is een tijdelijk schoolgebouw opgezet en er zal worden gezorgd voor het nodige om de lessen op te starten.